twee gaatjes kan hier en er is ook zoveel bier. Zout uit de hele wereld. Vroeger hadden wij in Nederland geen zout. Totdat in Boekelo de mijnen werden geopend, nu ruim een eeuw geleden, moesten wij ons zout van onze koloniën betrekken. Zoals hier Bonaire. En momenteel kan je zout uit de hele wereld kopen. In Amsterdam is er een zoutwinkel, de Zoutkamer. En die levert zout uit de hele wereld, want wat is namelijk het punt? Axo is de grootste zoutleverancier ter wereld en die haalt uit het zout, het echte zeezout, halen die de elementen en de mineralen die ze zelf kunnen gebruiken voor de chemische industrie. En stoppen er jood bij, zodat je jozo-zout krijgt en dat kunnen wij in de supermarkt kopen. Maar het zout wat je hier ziet, gewoon heel, heel fijn tot heel grof en allerlei kleuren, zoals hier dit zwarte vulkaanzout uit Hawaii en dit zout van uit India. Dat bevat nog alle mineralen en elementen die wij nodig hebben en die in het natuurlijk zeewater zitten. En dat zijn er bijna. Ja, ik ben nu aan de kaarden en daardoor komen alle draden uit de bol in dezelfde richting en kun je het makkelijker verfilteren. Dan neem ik dus gewoon ruwe bol en die voer ik hierin, een beetje gelijkmatig. Als het te dik is, dan deel ik hem een beetje. En dan krijg ik dus zo'n iedere keer ander patroon, omdat ik iedere keer verschillende kleurtjes neem. Ik neem nou natuurlijke kleuren, maar ik kan er ook geverfbol tussen doen. En dan krijg ik dus op een gegeven moment zo'n lab en daar kan Marijke dan weer mooie dingen van maken. Dat is het idee. De boom wordt dan gelegd, nat gemaakt. Dat is ook wel heel goed nat gemaakt, dan doe ik daar wat zeep op mijn hand en dan druk ik het water erin. Ondertussen wrijf ik ook een beetje en door wrijving ontstaat warmte en dan klit de wol in elkaar en dan wordt het vilt. En dan houden we het af. En dit stuk wordt dus uiteindelijk dit stuk. Zo geklept hij er zo.